Toen de tunnel 70 jaar geleden werd geopend, zat er nog zoveel lood in de benzine dat een goede ventilatie noodzakelijk was. En daarom liggen er onder het wegdek in totaal 6 ventilatiebuizen. Maar na 70 jaar invloed van vocht en vooral strooizout is het beton in die buizen ernstig aangetast. Zo is te zien op deze foto's van gemeentewerken. De wapening ligt bloot en is op sommige punten bijna voor de helft weggeroest. Als dat niet snel wordt gerepareerd, dreigt de tunnel te scheuren. Als dit proces doorgaat, dan uiteindelijk zou dat kunnen betekenen dat de vloer opbarst door de waterdrukken die rondom de tunnel heersen. En daarom moet de Maastunnel een jaar lang dicht, zodat het wegdek gesloopt kan worden, de tunnelvloer eronder kan worden gerepareerd en er daarna een nieuw wegdek in kan. De partijen in de gemeenteraad zien de noodzaak van het werk wel, maar houden hun hart vast voor de gevolgen. Het is absoluut dramatisch. We hebben het allemaal meegemaakt met 1 tunnelbuis gedurende een zomer. Nou, dat was al een groot probleem en nu hebben we het over 2 tunnelbuizen het hele jaar. Ja, dat is natuurlijk absoluut een ramp. Ja, wij vragen ons af of dat echt nodig is. Ja, ons voorstel zou ook zijn om te kijken naar de mogelijkheid om toch 1 tunnelbuis open te houden. Maar volgens gemeentewerken kan dat niet, omdat bij een calamiteit de andere buis niet meer als vluchtroute kan dienen. Want daar is dan de vloer uit. Wethouder Van Huffelen benadrukt dat er goed gekeken zal worden naar de gevolgen van de tunnelafsluiting. We hebben daar specifiek een projectleider ook voor aangesteld die aan de slag gaat om te kijken hoe we de bereikbaarheid van de stad tijdens de werkzaamheden zo groot mogelijk kunnen houden. Daarbij gaan we naar allerlei aspecten kijken, zowel naar het gebruik van de andere oeververbindingen als de mogelijkheid om het verkeer anders om te leiden om te zorgen dat de stad zo goed mogelijk bereikbaar blijft. En hoeveel het gaat kosten is nog niet duidelijk, maar goedkoop zal het niet zijn. En waar het geld in deze crisistijd vandaan moet komen, wordt nog een heel gepuzzel.